Goedemiddag. Goedemiddag. Mark 2, Fried met. Tuurlijk. Voor wie is het? Rechtens Kuwaert. De oudspeler van NAC PSV. Ja, tuurlijk. Ja. Kom voor elkaar. Rechtens Kuwaert, oud nakker, oud PSV'er. Maar vooral, denk ik, Breda naar nakker, hè? Ja. In hart en nieren. Ja, ja, ja. Ja. Waarom, Bertus, want je hebt een slechte tijd nou, hebben ze weer zo'n colerezooi van gemaakt bij jouw clubje? Ja, dat is eigenlijk moeilijk te verklaren. Hè. Ik denk dat het aan meneer Smulders toch wel ligt. Maar ja, die hebben ze natuurlijk ook zijn gang laten gaan. De technisch directeur die ontslagen is. We zijn al een paar keer gewaarschuwd. Een keer met Mommers, met Essink en Eskes en Rutjes. Ja, het wil maar niet lukken schijnt. Waarom trappen ze bij NAC elke keer in dezelfde vol? Ja, dat snap ik ook niet. Dat kan ik ook niet verklaren. Nee. Maar iedere keer denk ik wel, nou hebben ze wel een goeie. Maar dan blijkt toch achteraf dat het weer drie keer niks is. Doet dat pijn bij jou? Tuurlijk doet dat pijn, zeker. Dus ja, inderdaad geen controle. Maar je laat wel iemand zijn gang gaan. Dat is toch niet goed? Nee, dat is niet goed. Nee. Maar gaat het goed komen, denk je? Ik hoop van wel. Nogmaals, ik hoop de na-competitie. Want verder zullen we niet komen, denk ik. Ik denk niet dat we op de 15e plaats terechtkomen. Nee, na-competitie is het hoogst haalbare. Ja, denk het wel. Ja. Zaterdag tegen Utrecht, thuis. Een volle bak weer. Ja, en dat is een overwinning. Denk jij? Ja, tuurlijk. En dan krijg je wedstrijden tegen Fortuna, tegen Emmen. En die eigenlijk gewonnen zouden moeten worden, sowieso. Maar toch hoor ik veel mensen zeggen van ja, ik geloof er niet meer in. Maar Bertus, ja. Ernst Kuwaerts, die gelooft er nog in. Ja, ik geloof er nog in, ja. Degene die moeten controleren, de Raad van Commissarissen van NAC, die hebben het onvoldoende gedaan. Wat hebben die? Onvoldoende gecontroleerd, Smulders gecontroleerd bijvoorbeeld, de technisch directeur. Ja, neem ik aan van wel, ja. Nou zijn er mensen die zeggen van ja, die moeten eruit, die moeten maar opdonderen dan. Met name voorzitter Gielen. Wat vind je daarvan? Dan blijft er niks meer over natuurlijk. Hè. Als iedereen op moet dommeren, blijft er niks meer over. Dus nee, dat gaat niet. Geen goed plan. Geen goed plan, nee. Gewoon laten zitten, ja. Zeg jij. Ja, zeg ik wel. Erg scherp. Bisch, dat scoort. Bisch scoort. Stanley Bisch. Een fout van doelman Harry Schellekens. Zonder meer een fout van Harry Schellekens. Bij NAC heb jij niet één bekerfinale, niet twee bekerfinales, maar drie bekerfinales gespeeld. Ja. In 73 hebben we hem gewonnen. In 74 hebben we met 6-0 verloren van Philips, op het nippertje. En in 67, meen ik, hebben we van 2-1 van Ajax verloren. Op het nippertje van PSV verloren in 74. Ja. 6-0, ja. Hè? Was 6-0, ja. Ja, maar goed, daar was ik dan tevreden mee, want ja, daarop ben ik naar PSV gegaan. Maar zo'n bekerfinale spelen, dat lijkt me wel eens, hè? Ja, dat is grandioos. En vooral die bekerfinale tegen NEC, als je hem dan ook nog wint, dat is natuurlijk maar fantastisch. En ja, de cafés die mochten gewoon van burgemeester Merks destijds, die mochten gewoon open blijven. Ja, ja, dat was grandioos. Maar daar geef je niks aan, hè, café? Nee. Dat is niks van Bertus. Nee, ik mag niks van uit. Over bekerfinales gesproken. Ja. De buurman, Willem II, die gaan het spelen, die club. Die zitten al in de bekerfinale, ja. Ja, wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat ook van hun een prachtige prestatie natuurlijk. Hè. Kunnen ze winnen, Willem II? Nee. Ajax is te goed. Ja, dat kunnen ze nooit winnen. Nee? Ja, je hebt altijd een kans. Nee, dat redden ze nooit. Nee. Nee. Als Bredanaar. Ja. Als echte nakker kijk je dan een beetje jaloers ook naar de buren, naar Willem II? Vind ik wel, ja. Ik vind wel dat Willem II het qua elftal behoorlijk voor elkaar heeft, moet ik zeggen. Dus ja, dan ben ik wel een beetje jaloers. En als je dan ziet dat je zelf onderaan staat, dan is dat... Dan doet het pijn. Doet een beetje pijn, ja. Ja? Een beetje of veel? Ja, veel. Willem II, wat me dan weer verbaast, met die nieuwe spits, hè, die Zweedse jongen. Die zijn ook goed, hè? En die Fransol, daar heeft niemand het meer over, hè? Die missen ze helemaal niet meer, nee. Had jij dat verwacht? Ik had dat niet verwacht. Nou, kijk, mijn vriend Frans Bouwmeester zit daar in de scouting, dus ik had dat wel verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Frans Bouwmeester, ja. Ja, oud-nachtvoetballer, oud-feyenoordvoetballer. Ja.
Bij NAC hebben ze hem jammer genoeg weggestuurd. Heb jij gezien dat die supporter van Birmingham City, dat hij die speler van Aston Villa heeft geslagen? Zag je dat? Heb je dat gezien? Heb ik gezien, ja. Die zal waarschijnlijk nooit meer naar Burnley gaan kijken. Of wie was het? Birmingham. Ja. En terecht. Ja, en terecht. Ja. 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 Maar jij hebt het zelf ook een keertje ondervonden, hè? Gebeld op het veld. Maar dan van de grensrechter. Ja, dat klopt. Ja? Dat was in het Feyenoordstadion. Met PSV? Met PSV, ja. En vertellen? Ja. Toen maakte ik een... even kijken hoor. We stonden met... Ik loop met 1-0 achter. Of het was een 0-0, weet ik niet precies. En ik maakte dan een zuivere goal. En toen had je Theo Boosten, nota bene een Limburger, die keurde die goal af voor buitenspel. Terwijl dat de grensrechter, die liep naar het middenveld. Mm-hmm. Dus al die jongens die liepen naar die scheidsrechter toe, maar ik zag die grensrechter naar de middenlijn lopen. Ja. Dus ik denk, dan ga ik daar even naartoe. Verhaal halen. Maar ik was er bijna en het bleek een straatvechter te zijn, dus die gaf me een kopstoot toen. Dan lacht hij. Griek Bertens. Ja. Ja. Weet je nog hoe die heette, die grensrechter? Ja, Griek. Griek, hè? Ja. Ja. Ik heb even nagezocht, dan ben ik niet aan mijn hoofd. 1975 was het Bertens. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen, ja. Nog niet zo lang geleden. Was groot nieuws, denk ik, hè, toen of niet? Ja, was groot nieuws. Ja. PSV, als we het daar even over hebben. PSV. Landskampioen of gaat Ajax PSV er voorbij? Ja, dat zal toch van de wedstrijd Ajax-PSV afhangen. Eigenlijk zou PSV die moeten winnen, ja, dan zijn ze kampioen natuurlijk. Maar als Ajax wint, staan ze weer een punt achter. En dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker. Wat hoop jij als oud-PSV? Ik hoop natuurlijk dat ze kampioen worden. Ja? Ja, zeker. Brabander, hè? Ik ben ook een Brabander. Ja. Ja. En je hebt er gespeeld natuurlijk bij PSV. En ik heb er gespeeld, ja. Sterker nog, 2 keer landskampioen geworden met PSV, of niet? Ja, en een keer de beker ook weer gewonnen. Je hebt 4 bekerfinales gehad. 4 bekerfinales? Ik dacht 3. Nee, ja, bij NAC 3, hè. Oh. De PSV doe ik er nog eentje bij, dus zijn er 4. Ja, wat denk jij bij PSV? Zit er een beetje zand in de motor? Ja, vind ik wel. Ik vond ze tegen NAC bijvoorbeeld vond ik ze ook niet best voetbal. En dan kunnen we wel zeggen, ja, ze spelen maar 70%, maar dat zie ik niet zo, zitten. Hoe komt dat, denk je? Misschien, als je als publiek je eigen spelers uit gaat fluiten, dan wordt het er niet beter op natuurlijk, hè? Het moet een eenheid zijn. Ja. Zowel PSV moet als eenheid kampioen worden en NAC moet zich proberen als eenheid te redden. Ja, klopt. Ja. Dat zou natuurlijk het mooiste scenario zijn. En laten we Willem II ook een beker winnen. Nee, die maak ik geen kans, dat zei ik toch? Kan je niet over je hart krijgen? Nee.